gat van 10 meter diep. Gaan we even onderzoeken of we doorheen kunnen komen. Je kan voor toch? Dus, zonder rebellen nog. En nog niet zo schoon. Wat denk je van Hans? Ja, moeilijk hè? Het is geen camel trophy hè? No worry to go like this? Yes, it's to come like this. Oké. Hij zei zeg... Je shirt, probeer het gewoon. Niet te langzaam. Blijf wel eens één rijden. En gewoon een beetje snelheid maken, niet te veel. Maar dit is het probleem. Maar gewoon blijven rijden. Weet je. Op het moment dat je stil gaat staan, als je terug moet schakelen, weet ik wel, dan is het klaar. Dus je moet er dus één laten staan, flink toe laten maken. Ja. Hier leven we voor. Vraag is, waarom ligt hier geen asfalt? Even though they know I really ain't into it. You're not into it. Dus maakt dingen veel makkelijker. I already know the game and I've been through it. Verbindt twee landen. Internationale betrekkingen zijn echt niet goed op zo'n manier. Hè? Het plan is dat we alle spullen uit de auto halen. Die zetten we daar neer. Dan rijden we die heuvel op. Dan proberen we er overheen te komen. En dan zeulen we die spullen weer naar boven toe. We laden de auto in en dan hopelijk rijden we dan weg. Dat misschien een half uurtje tot een uur gaat duren. Maar ik denk dat dit het lastige nog is voor het komende dorp. Waar we even gaan slapen zo, denk ik. Maar wie weet. TIA, je weet het nooit. Ja, het is hier, dit is het diepste stuk. Als we hier al boven komen, dan rijden we hier de Pathfinder naar binnen. We zijn nu aan het kijken hoe diep het hier is. Kijken of de middenberm misschien te hoog is. Dat we die wat uit moeten graven. En de zijkanten, zodat we de Pathfinder zo min mogelijk beschadigen. En dan moeten we het gewoon proberen, want we hebben geen keus. Het is bijna 5 uur. Over een uur, anderhalf wordt het donker. En we willen niet graag in het oerwoud kamperen. Het is ook niet zo heel stijl. Het lijkt van de zijkant stijler dan het is. Ja? Ja. Kijk, daar zitten pleisters onder die modder. Dus ik denk dat het wel helemaal goed gaat komen met die wond. Op advies van Hans zeker, of niet? Maar nee. Dokter Overbos, die als hij dood zou zijn, zou hij zich in zijn graf omdraaien. Maar gelukkig leeft hij nog. Goed zo! Dat is veel te veel.
Piet! Nee, dat kan toch? Goed hè? Dit is regenwoud hè? Ja, dit is James Bond. Dit is een James Bond avontuur. Mission Impossible toch of niet? Hier zijn we naar van Afrika gekomen. Ethan Hawke. Ja, wat gebeurt? Kapot. Pas kapot. Oké, hey! We moeten iedereen hebben. Even trekken. Die stelling koppelt hier nog niet meer. Snel. Ik weet niet of je drie of zo wel iets van gedacht hebt. Hé, hey, weet je wat het ook kan zijn? Standaard die uit was, dat die niet start. Waar start het wel? Misschien met water even schoonspullen of zo, de zand te maken. Koppeling is gesloten systeem. Lucht is water. Dat is wel spreken. Ja, er komt er allemaal crap in. Heb je lel in de molen? Moet je wel status is dat wij ongeveer 100 meter voor een klein dorpje staan. Daar gaan we vannacht tukken. Tentje opzetten en wachten tot morgen. We hebben nog 70 kilometer te gaan. Alleen we hebben één probleem bij het omhoog rijden. We doen onze motor kapot gegaan. Hij schakelt nog wel, maar er wordt geen koppeling gemaakt met de motor. Dat betekent dus dat waarschijnlijk de koppeling kapot is. Dat een van die platen afgebroken is. Opties zijn dat we een vrachtwagen regelen die een motor komt ophalen hier. Naar de stad rijdt en dan naar de haven, de boot. Dan gaan we fixen als het kan. Als we een compleet nieuwe schakelbak nodig hebben, dan wordt het redelijk prijzig. Goed, Rosanne? Redelijk vies. Ja? Ja. Maar goed. Of we kunnen hem fixen, maar we kunnen hem alleen maar fixen in een grote stad. Dus we moeten hem of 70 kilometer duwen. Of een auto regelen waar we hem op kunnen laden. Dat zien we morgen dan. Maar we gaan nu eventjes de tent opzetten.